Welkom bij een splinternieuwe aflevering van Wild of Rollercoasters. We zijn vandaag in Madrid. En we zijn vandaag bij de Parque de Attracciones. Parque Zomerte 1969 telt maar liefst 7 achtbanen, waaronder een Mauer Spinning Coaster, een Mauer Spike, een Itamin Inverted. Een hele bijzondere, waar er maar een paar van zijn gemaakt. Genoeg. We gaan het straks zien. Nog een hele bijzondere Wilde Muis achtbaan, waar ik straks ruim op terugkom nog. Dat is best wel een goede geschiedenis, een leuke geschiedenis achter, dus daar kom ik straks op terug. We zijn van Parque Attracciones in Madrid. Het ligt midden in het hartje centrum van Madrid. Het is gratis parkeer hier, dat is ideaal. En het is echt, vreselijk om in Madrid te rijden. Echt verschrikkelijk. Maar maakt niet uit, we zijn er in ieder geval. Dan ga ik jullie gewoon meenemen op de 7 topachtbanen hopelijk hier in het park. Je mag niet online filmen. Althans, ik had gehoord dat het volgens mij niet mocht, dus ga ik even kijken nog. Het ziet er wel prachtig uit. Toen we aankwamen, zagen we echt een skyline al. We hebben daar de Mauer Spinning Coaster, daarachter staat de Itamin. Daar heb je de Spike. Mooie Starfly midden van het park. Het ziet er prachtig uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het park gaat brengen. Dus ik neem jullie gewoon mee vandaag op Parque de Attracciones. Nou, we zijn binnen. Het Zalverspark komt tot 12:09. Ook hier kun je de gratis binnen met je Slagharen abonnement, Bobbejaanland of Hoefpark abonnement. Dus dat is altijd ideaal. Dat is echt super chill. Gisteren regende dus heel erg in Park Warner ook. En ook in Madrid. Dus vandaag is het extra druk. Dus vandaag een feestdag. Maria is onbevlekt of zo. In ieder geval zo'n feestdag is het. Ik heb geen idee. Maar we gaan plezier maken hier op de 7 achtbanen. Achter mij al een topspin. Die doen we later eventjes. Maar we gaan even naar de achtbanen. Groot aanbod hier. Dus ik heb er zeker zin in. Ook Emma is er vraag bij. Dus we gaan mooi even rondkijken hier. Ja. Dus neem jullie gewoon mee door Parque de Attracciones. Nou, topspin hebben ze hier staan, dus een tomahawk. Nou, en de achtbaan natuurlijk. Ook een mooie drop tower, die doe ik later eventjes. Het is dezelfde drop tower als die in Drayton Manor stond. Die is helaas dit jaar gesloopt, de Apocalypse. Ik heb hem gelukkig nog kunnen doen nog. Ik vind het wel fijne drop towers altijd. Dus die ga ik straks zeker wel even doen. Maar eerst door naar dit mooie baantje. Hij stapt in Abismo. Geopend door Mauer in 2006. En deze staat ook een Skyline Park. Alleen Skyline Park is een stuk kleiner. Dat is mijn prototype uit mijn hoofd. Ziet ze niet vaak deze banen, met name in het Azië zie je ze wel veel, alleen hier niet. En het zijn wel grappige banen wel. Goede hangtime daarbovenin. Dus we gaan gewoon een ritje maken hier op Abismo. Het station is verder wel een beetje karig, niet heel bijzonder. De baan oranje. Hier nog een leuke nostalgisch stukje. Want vroeger stond hier dus blijkbaar een oude oldtimer achtbaan. Die is in 2006 weggehaald blijkbaar. Ik weet niet of het merkt is. Ik gok dit misschien zwartstof is of van andere of van de Cyclone. Ik weet niet precies. We gaan eens instappen in Abismo. De mode achtbaan van het park. En we hebben nog een mode achtbaan. Maar dit is wel denk ik de top mode park achtbaan van het park. Dus we gaan gewoon instappen in Abismo. De Mauer Skylook achtbaan. Ja, zo'n type, ik had die type gedaan, maar niet zo lang. Maar gaat hiernaast dus omhoog. Dan heb je die bovenste loop. Ik ga ze zon weer in en het is klaar. Hier heb je dus echt nog een lange stukje nog. Ik vond het niet schokkerig, dat is gewoon prima. Ik vind het al wel leuk als je voorin zit, met name. Heb je dat gezien namelijk op de Allride. Als je voorin zit, heb je echt het langste hangtime. Echt je bloed stroomt naar je hoofd. Echt geweldig. Mooie baan verder, niks aan te merken, niet schokkerig. Goede airtime op de heuvel. Echt je vloog je stoel uit. Echt geweldig. Maar hiernaast dan gelijk een andere achtbaan, die is een jaartje ouder. Ook geopend in Domoure in 2005. Het is een spinning coaster. Nou, die hebben we ook al gezien in onder andere Crush Coaster is een Domoure spinning coaster. De Chessington staat ook zo'n spinning coaster. Ook in Skyline Park staat zo'n spinning coaster. En hier ook. En daar gaat hij al. Gaan we instappen in Tarantula. Oh,
Tula, de mode spinningcoaster van het park. Ik vond het een hele mooie spinningcoaster. Ik heb al meerdere mode spinningcoasters gedaan. Ik denk een stuk of 6, 7 of zo. Ik vind hem zelf qua baan dan gezien beter dan de Crush Coaster nog. Goede snelheid, mooi opvallende bochten, meerdere ook. Ja, vond ik echt vet wel. Ik heb Chester gedaan, ik heb die Skyline Park gedaan, deze in Amerika er eentje gedaan. Maar dit is wel echt de beste mode spinningcoaster die ik gedaan heb tot nu toe. Dus toffe baan, echt een leuke baan. Ik heb steeds natuurlijk drama met zulke baan, dat heb je nou eenmaal. Maar geen keren spin of zo, gewoon prima. Dus topbaan. Ik wil zeggen, ik vond de baan hiernaast wel iets beter dan, maar dit is zeker een top 2 tot nu toe al. Maar de nummer 1 baan heb ik al gezien in mijn ogen gekomen, daar gaan we nu naartoe. Dus daar ga ik jullie nooit meer naartoe nemen. Op de derde achtbaan van het park en hoogwaarschijnlijk de nummer 1 van het park. Tornado, ik heb nachtmerries van Tornado, namelijk de Tornado in Bakken. Die spinning coaster waar je whiplash kreeg. Maar dit is waarschijnlijk een stuk beter gebouwd door Itmin in 1999, gewoon een oudere baan. Het is een hangende achtbaan en een inverter van Itmin, dat zie je niet vaak, zeldzaam. Er zijn er niet veel van gemaakt. Onder andere natuurlijk Dragon Kongen, aan mijn hoofd zo eventjes heet hij, in Just Summerland. Die heeft dan geen inversies, deze wel. Deze heeft soms 2 of 3 inversies. Dus dit is al een heel ander soort baan dan de Dragon Kongen in Just Summerland. Maar zo zie je niet vaak van. Dat is ook voor mij mijn tweede inverter van Intamin volgens mij. Dus echt vrij zeldzaam. Oude baantje. Ik denk dat die super gaat zijn, maar we gaan het zien. We gaan instappen in Tornado. Tornado, de inverter van Intamin. Ja, stel een beetje teleur. Dat was misschien af en toe wel schokkerig, met name in de loopings. Verder wel gewoon prima wel. Dus absoluut geen Condor of in ieder geval geen voorkomen SLC. Het is veel beter. Alleen is dat wel een beetje teleur. Ik vind het geen leuke baan. Ik vind Dragon Kongen in Just veel vetter. Dus een matige achtbaan. Ik weet niet of dit de nummer 1 van het park is. Dus daar kom ik later even op terug nog. Moet ik over nadenken nog. Maar wel gewoon een leuke baan, Tornado. Leuke toevoeging voor dit park. En nu gaan we door naar de volgende attractie. Wat denk ik geen achtbaan, dan wordt denk ik de Condor. We hebben hier nog een Zwartskov of Eagle slash Condor hebben hier staan. Nog even Slagharen kennen. Dus gaan we even gewoon instappen dan. We zien namelijk niet veel meer parken, dus het is wel leuk om hier even eentje in Madrid te doen. Dan zitten we in een ouderwetse Condor, als wel Eagle van het park hier. Over Zwartskov, hij is ook best wel gehavend, wat jammer om te zien. Gaan we even mooi kijken of het park hier zo meteen. Verder heb je hier ook nog een Sampella Disco, een simpele nog hier staan. Nog een Wellenvluk, een zweepmolentje. We draaien nog een tijdje rond, maar we gaan er niet omhoog in. Dus wie weet wat gaat gebeuren nog. Wow. Hij staat stil. Hij is kapot, hij gaat niet omhoog. Hij is helemaal gesloopt. Heb je ook wel eens last van, hè? Dat hij niet omhoog gaat. Nou, ik ga weer open nu. En geen idee, we zijn niet omhoog gegaan, dus ik vrees dat hij kapot is of zo. Ik kan alleen maar ronddraaien op de grond, dus jammer. Trouwens, ja, ik gok echt wel dat Zwartskov is, alleen zie je een bordje hangen van Hus. Ik weet dat Hus wel heel veel reverseringen doet van de oude Zwartskov Eagles. Dus ik denk dat het deze aan de hand is, dus dat weet ik niet helemaal zeker. Als jullie het weten, laat het weten in de comments. Maar hij gaat niet omhoog, dus hij is kapot. We gaan er maar weer uit dan. Ja, jammer. En jammer dat hij niet omhoog ging. Ik hoop van de Eagles, maar dat is niet anders. We hebben hier nog best wel een leuke Eiffeltoren staan, hier nog een kleintje.
En echt, dit kan van pakken een beetje gaten, gaan we nu naar die kant heen. Dus we gaan gewoon die kant op, naar andere achtbanen. Er komt iets heel bijzonders wat ik al zei. Misschien wel het bijzonders van het hele park, althans voor ons als Nederlanders misschien een beetje, als peppergekkies. Vertigo, geopend in 2009 in dit park. Maar dat is niet gebouwd. Hij is gebouwd door McRides, veel eerder. Dat is namelijk de linkerkant van de Speedy Bob in Bobbyland. Hij is ooit verkocht, jaren geleden, uit Bobbyland, waar natuurlijk een spiegelbeeld wilde muizen naast elkaar. Ze hebben toen één weggedaan, toen is hij hierheen gegaan. Hier staat hij gewoon. Ik heb hem nooit gedaan in Bobbyland, dus dit is mijn eerste keer dat ik hem hier doe. Dus een stukje Bobbyland, een stukje België hier in Madrid, super vet. Ja, Mark Wilde Muis heeft geopend in 2009 hier in het park. Dus we gaan gewoon instappen in de originele Speedy Bob van Bobbyland. Dat was Vertigo, de Speedy Bob van Bobbyland. Super leuk om de linkerkant ooit gedaan te hebben. Ik had niet graag dat ooit zou doen nog. Super tof. Ja, exact hetzelfde, gewoon als Speedy Bob natuurlijk, niks anders. Ja, natuurlijk. Ik ben natuurlijk ook een beetje van Allride Foto's. Natuurlijk ook hier zeker Allride Foto's van gehaald. Ze hebben alle kraampjes binnen van alle achtbanen zijn dicht van Allride Foto's. Alleen dit was gelukkig open. Ja, natuurlijk al een nostalgische Speedy Bob hier in Madrid te halen. Dus ik heb een fotootje gehaald. We zien dat hier de foto zat, dus we wisten niet dat hij open was. Ik moet zeggen, foto's niet duur hier. 5 euro voor eentje, voor echt een grote foto. En 2 voor 7,5. Want in Nederland betaal je al 7,5 tot een tientje van één foto. Dat is echt een prima prijs hier. Ook in Park Warner gisteren was ook een prima prijs. Dat is echt gewoon top. Leuke baan, één keer, nooit meer. Grand Forget een beetje, was vrij stoterig, dus niet echt voor mij weggelegd. Ja, natuurlijk Winter Wonderland, verder nog eventjes. Ziet er hartstikke leuk uit. Leuke Winter Wonderland thematisatie. Ook een paar veeën die net rondliepen hier. Ik weet niet waar die gebleven zijn nou, maar super tof. En dan gaan we weer verder door het park in en ik denk dat de volgende attractie weer een achtbaan wordt en dan kom ik zo bij jullie weer terug. Op naar de volgende achtbaan. En met mijn hoofd, vijfde achtbaan toch? Ja, vijfde achtbaan wat we gaan doen nou. De nieuwste achtbaan van het park ook, uit 2012, al een tijdje geleden. Geopend door Kerslauwen en heet TNT Train de la Mina. Zelfde naam een beetje als die van Port Aventura. Ja, lange rij overal. Overal is trouwens ontzettend druk, overal lang wachten. Ook hier weer anderhalf uur. Vreselijk. Ik moet zeggen, deze brug ziet er prachtig uit. Eén ga ik voor de achtbaan heb je hier gelijk van de Train de la Mina. En naast is nu gesloten. Fjordos, en dat is de splashboot van het park. En ook hier in deze park waren veel waterattracties. Een splashboot, een boomstam en een rapid. Alle drie helaas gesloten. Dus we gaan gewoon instappen in een Kerslauwen of Family Coaster. Gok ik echt dat het een beetje is. En dan gaan we even gauw een rondje maken. Dus here we go, Train de la Mina. ¡Ánimo!
Dat is de Kerslo Family Coaster. Ja, ik heb wel vaker gedaan. Prima baantjes. Lijkt heel veel op de Mack Rides Family Coasters. Onder andere de Bip Bip Express ding van de Wakker Warner. En Pegasus Europa Park lijkt een beetje op. Redelijk soepel. Thematisatie wel heel matig. Het brugachtig ziet er prachtig uit. Alleen we gaan dan een soort van stenen gebergte. Een soort van kippengaas gemaakt. Dat was heel erg slecht een beetje. Wel jammer. Wel een beetje matig. Gezien de gebouwen prachtig uitziet is dat wel minder. Verder een mooie baan. Prachtig voor Kerslo. Niks om aan te merken. Dus topbaan. Op naar de volgende achtbaan. Nog twee te gaan. Op naar de zesde achtbaan. De Kiddie Coaster. Paw Patrol voor op de 72 San Perla. Standaard Kiddie Coaster Perla die we al vaker zien. Allemaal parken in Duitsland en overal meer. Alleen ik heb lang moeten wachten vaak voor Kiddie Coasters. In Kals-Lemersdorf verkeerde bijna drie keer moeten wachten voor een Kiddie Coaster. Ik heb in Walibiroen al moeten wachten voor een Zieren kinderachtbaan. Een hele lange tijd. Maar wat ik nu laat zien heb ik nog nooit gehad bij een Kiddie Coaster. Echt vreselijk. Zou je laten zien? De Paw Patrol. 70 minuten wachten. Vreselijk. Ik heb nog nooit zo lang moeten wachten voor een fucking San Perla Kiddie Coaster. Laat die eigenlijk maar heel goed zijn dan om dit te lang moeten wachten. Want ik heb er geen woorden voor. Maar 68 maar nog eentje te gaan hierna. Dus dan gaan we zeker allemaal redden. Dus en jullie zo meteen mee op Paw Patrol, de Kiddie Coaster Park. De trein ziet er heel mooi uit in ieder geval. Dus benieuwd hoe de baas zelf is. Waarschijnlijk gewoon eens alle San Perla's. Niet al te best. Maar maakt niet uit, we gaan het gewoon doen. Ik voel ook als een dientje. Kijk, geen kant zitten. Op. Ik zit echt als een dientje opgevouwen in deze kut af aan. Vreselijk. Dat is online van Paw Patrol. Langste wachttijd ooit voor een klote Kiddie Coaster. En San Perla die ik al 100 keer gedaan heb. We zijn met z'n tweeën en ik zaten samen in. We zaten echt als een sediëntje ingevouwen in dat karretje. Ik moest hem echt als een van de dikke zeugen ertussen proppen. Maar echt, we zaten echt gewoon vast tegen elkaar geplakt. We knieën zaten vast tegen de beugels aan. We kon net dicht, echt vreselijk. Ik heb nog nooit zo erg ervaring gehad met San Perla Kiddie Coaster. Echt vreselijk. Dat die Mini Mooney en die Enorti Zwangerland die ik gedaan heb en alle honderden andere San Perla Kiddie Coasters waren beter dan deze. En dat alleen maar als een Paw Patrol hondje erbij staat. Echt vreselijk. Echt. Langs wacht je over de Kiddie Coasters. Echt een verschrikkelijke baan. Nooit weer. Credit for Kids. Dat is echt bij deze 100% zeker zo. Credit for Kids. En we zijn in het laatste credit aangekomen. We zijn in Nickelodeonland. Ik laat jullie verder nog even Nickelodeonland zien. Ik ben natuurlijk opgegroeid met Nickelodeon vroeger wel een beetje. Natuurlijk hè, met SpongeBob en dat soort dingen. Ik vind je allemaal terug hier. Met name ook de oude series. Rugrats, die baby's van vroeger. Misschien sommige mensen kennen dat wel. Maar de laatste achtbaan is getimiseerd in het thema van The Fairy Our Parents. Met, ik weet niet hoe je hier trouwens eigenlijk meer. In ieder geval die vee kreeg dus uiteindelijk. En de laatste achtbaan is dus ook een San Perla Kiddie Coaster. Uit 2007. Ook hier 40 minuten wachten. Quadrinos Valeraros heet hier. En ik heb dit type achtbaan één keer gedaan. Althans, voor mij staat ook dezelfde merk trouwens, ook San Perla. In Flamingoland in Engeland. Heb ik exact dezelfde staan als mijn allereerste keer dat ik het deed. Dus het is mijn tweede. Dat is best wel uniek. Dat heb ik niet vaak gedaan voor mij. En het is een credit. Maar het is ook echt, weet ik nu al. Dat was toen ook namelijk. Credit for Cat. Gewoon instappen in de laatste en zevende achtbaan van Parque Attractions Madrid.
naar ronde 2 hier in de helikoptertjes van Ferial Parents. Ik vind het echt oprecht heel leuk. Het is wel leuk op zich. Ja, ik vind het leuker dan die... Ja. En soepeler. En ook heel soepel. Het gaat wel lekker soepel, ja. Ja. Dat is wel mooi voor mijn rug. Ook een mooi shot hier van T-Trilamine van net. Oh. Oh, de wind. Nog een derde rondje. Ja, een derde rondje. Ongelooflijk. Ziet er wel lekker. Je zit beter dan net. Ja, met die Paw Patrol rommel. Net leek je net Simon de Bruin. Ja. Oh, drie rondjes. Ja, dat is wel een lang ritje. Het zijn gewoon 2,5 minuten aan filmen al. Dus, mag even duren, ja. Maar dat was de laatste credit. Credit 7. Leuk baantje. Tweede keer dat ik zo'n type baan gedaan had. Maar wel credit for get. Maar wel leuk dat hij er staat. Leuk voor de kinderen. Het is ook een leuk voor moviepark ooit of zoiets. Dus wie weet. Nu gaan we even naar Nickelodeonland. Verder kijken naar. En jullie verder even gauw door naar Nickelodeonland. Rugrats supportsautootjes hier. En verder hebben we hier nog een stukje van Dora hier. Jimmy Neutron, Magneto, echt die oude klassieke kinderserie van Nickelodeon zijn allemaal hier te vinden nog. Ik vind het leuk om die oude serie een beetje terug te zien allemaal. Je hebt natuurlijk ook Jimmy Neutron achtbaar natuurlijk in Movie Park. Maar toch, het oude sterft een beetje uit dat het natuurlijk niet meer uitgezonden wordt. En kinderen niet meer kennen, dus leuk dat het hier nog origineel is nog. Maar vanaf hoe lang nog gaat duren dat dit blijft nog, maar leuk te zien. Het is wel leuk om te zien en om te vertellen ook. Ik heb hem al keren gedaan dan, in ieder geval in een ander park dan. Er zitten, laten we zeggen, gewoon domme molen gewoon, die we gewoon kennen van de bekende Sapella en zo. Alleen, deze kun je namelijk niet alleen omhoog omlaag doen. Ik heb ook nog eens draaien nog. Best wel uniek. Je ziet niet vaak nou. Er zit niet veel van gemaakt volgens mij. Ik heb hem al een paar keer eerder gedaan dan in een ander park, maar hij is wel bijzonder. Het is wel leuk om te zien dat hij hier in het parkje de attractie staat. In het thema van SpongeBob. Hier stort alle SpongeBob hier. Ze zijn echt helemaal gek verzot hier van SpongeBob. Ook de handschoenen van Handschoenland, van de serie. Die ziet er hartstikke leuk uit allemaal. Ja, dit is natuurlijk een Mac Rides Splash Battle. Ik weet niet, die type weet ik zo even niet. Maar in ieder geval met mijn kanakken spuiten. Dus ze lagen haren en dat is als een Rantica staat. Maar dit is oprecht de allermooiste die ik ooit gezien heb. Echt prachtig. Zo mooi gedecoreerd op de detail. Echt fantastisch. Dit is de zwaar gedetailleerde attractie van het hele park. Oprecht. Zo mooi met een krap parel aan die kant. SpongeBob weer een achtbaankarretje. Dat is echt prachtig. Ik heb dit foto al ooit eerder gezien. Nou, ik wist dat het hier stond. Dat is echt prachtig dit. Ja, dit is een Zeppelin, de moordenaar van het park eigenlijk een beetje genoemd. We gaan een rondje het park maken, we gaan mooie beelden maken voor jullie vanuit de Zeppelin. Ja, ik had al iets gehoord over de spokers die hier zo staan. Dat is een Park Warner. Park Warner had je natuurlijk de Annabelle Haunted House. Hier heb je ook een heel jaar door rond een Haunted House. The Walking Dead. En ik heb The Walking Dead 8-maal gedaan natuurlijk in Thor Park. Ik heb The Walking Dead Haunted House gedaan in Mirabalandia. Hier heb je ook een Walking Dead en het ziet er prachtig uit. Het doet een beetje denken aan een aan Waluwe België, die heeft ook een soort gebied gehad. Geen Walking Dead, maar een beetje het gebied dan. Het spook is een beetje duurder, 6,90 €. Valt nog steeds reuze meer trouwens. Dus we gaan gewoon de Walking Dead doen. Dit is het showgebouw, het ziet er prachtig uit. Ik heb echt nooit echt de show echt gezien. Echt. Ik wilde de serie niet van Walking Dead. Het ziet er prachtig uit in ieder geval. Nou, binnen mag je waarschijnlijk niet filmen, ik wil zeker echt. Dus we gaan gewoon instappen in de Walking Dead. Ik ben heel benieuwd, we hebben de tickets. Dus we gaan gewoon naar binnen. The Walking Dead Experience met de live actors. Dat was de Walking Dead Experience. Ik stel er in ieder geval geen donder van, ze zeiden in ieder geval. Ik had geen spatie, wel een paar dingen verstond ik wel, maar niet alles. Heel lang huis, echt heel groot, 2 verdiepingen. Met name dat begane grondbouw, een stukje boven.
Ik vond het beter, misschien. Ja, nee, ik vond het niet beter dan Park One. Park One is wel beter, moet ik zeggen wel. Maar dit is wel een heel mooi huis verder wel. Ze gebruiken hier geen scare butters als een Park One. Hier is echt met scare tools en op tonnen slaan en zo, wat je wel kent natuurlijk. Veel acteurs, denk ik, een acteurtje of 15 en 20 acteurs, denk ik. Ook heel veel dezelfde acteurs die meerdere scares deden ook allemaal. Wel leuk gedaan, allemaal zombies natuurlijk allemaal. Grim was een beetje middelmatig. Ze raakte ook aan hier, dus ik moet zeggen, dit is de tweede dat ik in Spanje gedaan heb. In Spanje heeft wel echt goede huizen wel. Het is wel echt kwaliteit, je kan op zich wel Movepark nog wel gaan tippen nog hoor. En Movepark is echt ook heel goed hoor. Maar toch is dit ook wel echt wel, misschien wel een klein tandje beter wel, dan Movepark wel dus. En dezelfde groep. Maar dit gebouw ziet er ook prachtig uit. Zo'n gebouw zul je nooit in Movepark zien. Dan heb je alleen maar loods en andere hokjes. Niks mis mee hoor, maar dan is dit wel een stapje verder wel. En dan voor 6,90 €. Geen geld. Leuk huis, tophuis. Echt top, mooi ding. Op naar de volgende attracties. Nou, het park heeft één dark ride. Een bootjesrit. Heet La Jungla volgens mij. Ja, het is echt die junglevaart die we kennen van Europa nog vroeger. Die nou weggehaald is helaas. Ik heb ook zo eentje gedaan in Nigoland. Ook een beetje hetzelfde. En hier heb je nog wel de gewoon oorspronkelijke negers nog. Dus echt Afrika stammen. Dus in ieder geval een paar dingen gezien. Hè? Dus ik laat jullie nu even een paar shots zien van deze dark ride. En de enige dark ride van het park. En animatronics hebben het volgens mij allemaal een keer gedaan. Volgens mij. We zijn allemaal animatronics, dat kan ik zien namelijk. Maar helemaal niks werkt meer. Het is echt allemaal overleden. Dus ik denk dat het gewoon het klimaat komt, denk ik. Gewoon door de warmte en af en toe dat regen is. Dat is gewoon niet tegengemaakt zoals in andere parken wel gemaakt is. Ook deze, ik kan zien dat de mond van de Nelpot open kan. Maar het is allemaal gewoon echt allemaal kapot. Nou, dat is het einde alweer in zicht. Een echt een hele mooie dark ride oprecht. Ik ga het echt niet afkraken. Alleen het is heel jammer dat het niet meer werkt. Ik kan zien dat het allemaal animatronics zijn geweest. Je ziet de luchtdrukleiding allemaal nog lopen nog. Alleen het werkt allemaal niet meer. Dat is zo jammer. Het ziet er echt prachtig uit gewoon. Op een paar dingen na wat een beetje moest geschilderd worden en zo. Dat de zon gewoon verkleurd is. Wel jammer, maar het ziet er echt gewoon prachtig uit. Olifant en zo, die aap zag er mooi uit en zo. Ja, gewoon echt teleurstellend dat ze hem zo echt hebben lopen vervallen gewoon. Jammer. Echt jammer te zien. Maar oh, een prachtige dark ride. Maar we moeten even wat geld in steken de komende jaren, jammer. Nou, we gaan door naar de volgende attractie. En zo is het donker alweer in Park Attracciones in Madrid. Voordat ik jullie verder donker aan dingen laat zien hier, één ding wil ik even vertellen. Normaal heb ik hier nooit over, maar even over de horeca gezien. We gingen in het restaurant zitten en de rij was vrij lang. Eén kassa openmaar, personeel genoeg, echt, ik denk wel 20 man personeel in de zaak. Gewoon echt allemaal, veel op de neus lopen te vreten allemaal. En echt, het duurt zo lang om de bestelling op te nemen hier. En wordt echt binnen een minuut daarna, ook als je besteld hebt, uit tafel bezorgd. Ook gaat super snel. Maar ook alle tafels vies, goor. En er was een vrouw naast me en ze klaagde over de tafel als vies was. Toen kwam ze een vrouw aan om het doekje overheen te halen. Echt één keer alles wat er op de tafel lag, messen. Zo zag het weer allemaal zo, hup, zo de grond geveegd. Nou, het zag er echt niet uit. Echt schandalig. Ook de prijzen hier zijn vrij duur, horeca ook. Maar hoe slecht het allemaal was hier in de horeca, echt ongelooflijk. Ik moet wel zeggen. Ga ik even heel negatief doen nou. Ik ben op één park na in alle Park Juniors parken geweest in Europa. En alle parken van Park Juniors zijn ook echt slecht in de horeca. Niet zozeer qua eetkwaliteit, maar ook qua snelheid en ja, service en zo. Dat is echt ondermate. Ook laatste Movie Park ook slecht. Bombola was slecht. Park One gisteren was slecht. Bobbyland is er slecht. Slagharen gaat nog wel redelijk wel. Daar gaat op zich wel een redelijke capaciteit qua horeca. Nou, over het algemeen, in Park Juniors is de horeca echt ondermate, ook hier weer. Dus als je gaat eten, het kan, maar het duurt heel lang. En je betaalt best wel geld, dus ik zal gewoon eten voor huis meenemen. Dat doe ik sowieso altijd al vaak wel, maar het is echt, echt schandalig. Maar, genoeg geklaagd nu, we gaan nu jullie de kerstdecoratie laten zien hier in Parque de Attracciones in Madrid. Ik heb weer booster te foto, alleen zijn je 3 in de rij. Dus dat gaan we niet doen. Dan komen we net even uit de show. Het is een musical, nu wel de El Musical. Een lange musical, heeft een dikke 3 kwartier geduurd. Wel een matige show. Zang was zeker goed, echt heel mooi zang. Echt wel hoge kwaliteit. Die had echt mooie stemmen ook. Het was allemaal Spaans. Nou, ik verstaan al een aantal woorden Spaans, dat scheelt wel. De outfits ook mooi gedaan, alleen de outfits vielen gewoon in elkaar. Een paar keer vielen gewoon echt dingen van af.
Heel teleurstellend wel, echt gewoon matige kwaliteit. En het decor was ook echt heel, heel, heel slecht. Ik heb nog nooit zo slecht decor gezien. Ik mocht niet filmen meer, dus ik kon niks laten zien verder. Maar het decor was echt wel matig wel. Dat kan echt wel beter hoor. Ik zag de wieltjes zitten zo. De draden liepen overal langs. Zag je allemaal zitten. Dat was wel echt jammer gewoon van de show. Maar de dames konden heel mooi zingen. Er was ook allemaal even riverdance tussendoor allemaal. Met Iris muziek, daar hou ik van. Echt heel mooi gedaan. Ze konden ook allemaal wel. Maar ja, een aantal dingen eromheen vond ik wel echt matig. Maar wel een leuke storytelling wel van Papa Noël, dus de kerstman inderdaad. Hoe die, niet hoe die ontstaan is eigenlijk, maar een beetje gewoon dat de kerstman echt goed was. En dat ze dan hun eigen kerstman wilden maken. En dat was dan een schipmans, was een wrak echt gezonken eigenlijk. Was iemand had overleefd een beetje, daar begreep ik het uit. En die kwam aangespoeld en die wilde hem wel helpen dan. Enzovoort. Maar leuk gedaan. Alleen jammer voor de drie kwartier gezegd. Maar, leuk om het gezien te hebben, een keertje. Op naar de volgende. Welkom op een night ride op de Crush Coast, ofwel de Tarantula van het park. In de modeachtbaan. Gaan we. Night ride zijn de beste vaak. Gaan we. Wauw, wat een uitzicht. Vorigjes en zijn we er weer. Terwijl het idee dat mijn hamburger eruit kwam. En dan zijn we weer. Night ride een stuk beter hier op Tarantula, hier een park en attraction is. Ik heb al rewrites en pak dark rides gedaan te hebben hier in het donker. We hebben dan met de laatste attractie van vandaag, maar de pakken zo sleutel namelijk. Deze achter is ook een toppen namelijk. Nou, we gaan de laatste doen. De oude Hustopspin. Dan gaan we gooien. Stoppen. Ja, en dat was Parque de Attracciones in Madrid. Wat moet ik van het parkje vinden? Het is een leuk parkje. Het is vrij eenvoudig neergezet. Het is alleen maar attracties zonder decoratie eigenlijk. Het is eigenlijk ja. Neergedropt eigenlijk, een klein aftakje meegebouwd voor de afschutting, voor de warmte, voor de zomerdag en verder dat zit eigenlijk. Achtbaan variatie, wel grote variatie, 7 achtbaan maar liefst. Althans twee kiddico's natuurlijk. Ja, het is niet heel bijzonder of zo. De itmanier staat leuk, maar niet de moeite waard. Ik heb er veel goede verhalen over gehoord, maar ik vond hem best wel saai eigenlijk. Wel beter dan de SLC's van Vekoma, maar wel wat minder. Ik had er meer van verwacht van deze itminbaan. Verder de mode, zo hartstikke leuk. Of ook de beste achtbaan. Echt een beetje eenzelfde lijn van de twee modus. Of de Skyloop of de Spinning Coaster, een beetje op dezelfde lijn zitten met elkaar. Ik denk misschien dat ik de Skyloop toch heel iets beter vond. Dus ja. Verder, ja, je miste echt de Dark Rides hier. Je hebt dan die Jungle Vaart aan. Die was op zich wel leuk dan. Want ik al zei, jammer dat het niks werkte meer. Dat was heel teleurstellend. Show was vond ik een beetje matig dus. Kan echt beter. Ja, totaalheid. Ja, je kunt wel zien dat een Park Rurios Park is. Ja, je kunt het goed opvatten of verkeerd afvatten. Maar ja, je kunt wel zien dat het een Park Rurios Park is. Ik hoop dat hier nog in de toekomst nog een keer een leuke attractie bij komt. Sinds 2012 is hier niks meer gebouwd. Zo 11 jaar lang staat het stil hier. Ook dat komt bekend voor natuurlijk. Hè? Dat in Park Rurios Park worden vaak één ding gebouwd. Heel iets groots. En dan echt 15 jaar niks meer. Dus ik hoop dat ooit wat komt hier nog. Dan zou ik misschien een keer terugkomen. Maar voor nu, ik zal hier zeker niet terugkomen. Maar jammer. Het is een leuk parkje. Gewoon midden in een stadsparkje. Eigenlijk een beetje net als in Parijs. Heb je Charles de Lacroix-Chance. Ga ik volgend jaar naartoe. Dus als je wilt zien, moet even de kanaal blijven volgen. Daar kun je een beetje mee vergelijken volgens mij. Dus wat verder. Ja, niks bijzonders verder. Wat vond jij erin? Wel mooi. Nou, dat zegt genoeg. Ja. Je beste attractie was de spinning coaster, toch? Ja, het beste vond ik wel de spinning coaster, ja. Die vond ik het best. Ik vond wel de beste spinning coaster mode die ik ooit gedaan heb. Ik vond het beter dan Crush Coaster op baan zelf gezien dan. Dus, En Jungle Vaart vond ik ook wel leuk. Ja, alleen jammer dat niks werkte. Ja, dat is jammer. Dat was wel jammer. Maar verder, Nick Looney dan trouwens even als laatste nog. Veel betere movie park, was zwaar goed gedecoreerd. Ook met name de Splash Battle van Mac Rides, fantastisch. Echt de mooiste die ik ooit gezien heb en echt de mooiste wereld naar mijn mening ook. Dus ja, dat is Park Attractions Madrid.
Vond je een leuke video? Like en abonneer deze video eventjes. Zet het belletje aan, dan mis je nooit een video van Wild Rollercoasters. Vanuit Madrid zeg ik, tot de volgende video.